feestje. Wat dan? Niet zomaar een feestje. Mijn schoonmoeder wordt 70 vandaag. En ik wilde eigenlijk al eerder filmen, maar ik vergat dat ik mijn SD-kaart dus niet bij me had. Die lag nog thuis. We zijn in Amsterdam. We zijn in een hotel. En we hebben vandaag heel de dag druk gedaan. We hebben versierd. We moesten spullen aan en noem maar op. Het was echt een hele hectische dag. En nu zijn we ons aan het klaarmaken. Dit is wat ik oude aan heb. Mijn schoonmoeder heeft even kotten voor me gemaakt. Even ook van de kinderen. Ik ga het even laten zien. Ik het ziet. Oh, je ziet het niet goed. Wacht even. Even een andere angle hebben. Oh, ik heb een spiegel. Kijk. Zo zie ik eruit. Dit even eens. Kijk eens. Sissy, kijken. Sissy is ook ready. Waar is Kian? Kian is twinning met de moeder. Niet erg enthousiast zoals je ziet. En meneer Deekman, die gaat me toch een pak aantrekken, jongens. Hij heeft een pak gekocht bij. Waar heb je je pak gehaald? Mr. Grobo himself. Oké dan. En het thema was paars. En hij heeft paars. Met, is het blauw of zwart? Blauw. Nou, we gaan het straks allemaal zien. Tot zo. We gaan naar Jantino kijken, Bombini. En de deur gaat nu voor ons open. Nou, we gaan even naar de kaartje scannen. We kijken hier. We zijn bij Pathé de Kuip. Ik had de kaartjes al gekocht. Dat scheelt een hoop. Oh. Ja. Oh. Nou, ik ben 100 jaar niet meer in de bioscoop geweest. Dus we gaan even kijken. Je moet scannen en dan kunnen we met drieën gewoon doorlopen. Echt? Ja. Als ik denk, ja. Dit was cool! Oké. Wat ga je nemen, nachos? Neem maar groot hoor, dan kan ik ook nachos eten. Welke, deze? Ja. Oeh, mag ik kaassaus? Dus ja. Ja, en ik ga nog even een popcornje zoeken. Wat ga jij nemen, Jamie? Neem ik nog een popcorn. Zout popcorn. Goeie meid. Wil je daar goed filmen? Mijn hou het vast dan? Nee. Dat gaat er niet. Ik wil ook grote pak, zodat we alle kunnen delen. Nee, ik wil deze. Ik wil deze. Neem maar ook jullie willen, want ik ga mix nemen. Oh, dus sour. Gewoon medium. Deze. Ja. Ja, dan zouden jullie gewoon bij, toch? Als je hier... Kent moet ook betalen, hè?
Hier is kan jij maar. Je zet ze in een sausje, je trap je erin. Ik heb geld, maar niet mee. Oké, okay, en de rest? Deze nog? Oh. Oh, is allebei gegaan. Is die ook gegaan, Kia, in de nachos? Oké, hoeveel is dat? 27,80. Ik heb zoveel bang pas op mijn telefoon. Maar ik moet het nu laten zien, joh gek. Nee, dit is verkeerd hoor. Het is toch helemaal niet stom? Deze. Ja. Kiki heeft betaald. Oké, let go. Oké, we moeten kijken waar we naartoe moeten. De zaal 6. Hoe zijn jullie zo slim, man? Dat kun je daar ook een ding zien. Vraag me af, maar het is wel dom. Ik kan hem niet zeggen wie dom is. Wat bedoel ik dan? Waar is het? Daar. Nou, het is die kant op. Maar ik weet niet waar we zitten, hè? Er staat op een kaartje. Oh my god, we moeten ook nog naar Wonka. Ik heb geen kaartje. Op dat ding wat u... waar u even staat. Mama, we moeten ook nog naar Wonka voor Meadow. Oh ja, dan moeten we ook naar Jezus. Is Meadow de stem? Ja, Meadow heeft Wonka ingesproken tijdens. Dat is zo cool. Oké, laat me even kijken waar we... Zo. Waar... Zie ik dat... We zijn even niet eens goed. Weet je zeker dat we wel naar 6 moesten? Want als ik niet naar 6 moet en ik... Oh ja. Even... Rij 1, stoel 9, 7, 8. Ik zit 8. Dat is wel 7. Ja, maar maakt toch niet uit? Vonden jullie het leuk? Ja. Je ziet het. Ja, ik zie het. Wat een lek. Je denkt dat je hebt gewonnen, maar je hebt precies gedaan wat we hadden voorspeld. Je hebt geen idee wat er op je af gaat komen. We komen net van de bios. Rechts horen we Feyenoord. We zijn naar... Speelt Feyenoord, want je hoort het gewoon. We zijn bij dingen geweest. Weet je film? Bombini Bangkok. Was een leuke film, toch? Vond je het leuk? Ja. Nou, ik heb aan het begin al keihard gelachen. Want daar zei... Hij wilde zeggen dat iemand terminaal was. Hij is terminaal, is bijna... Ik kon niet stoppen met lachen. Ik kon niet stoppen met lachen. Maar goed. Het is koud. Onkoud. Moet je hem weer terugbrengen? Ja. En dan eventjes naar huis. Dus dat, tot zo. We zijn thuis. Kira en ik gaan lekker pannenkoeken bakken. En we zijn nu bezig met het beslag. Kijk, we gaan. Mijn moeder is bezig met het standaard. Kijk mama, ik heb het echt goed gedaan. Kijk! Ja, oké, doe snel. Kijk, nu nog deze. Kijk. Ik heb een standaard. Wat doe je? Gaat hij op paas krijgen? Niet doen, Kian. Je hoofd is te zacht. Je moet een sterke hoofd hebben. Wilt u zien hoe ik het ga doen? Nee, je hoofd is sterk. Ja, maar mijn hersenen doen. De hersenen zijn ook sterk. Jij wil niet sterk zijn. Ja. Kijk hier, ik heb een sterke hoofd. Mag ik even? Die smaakjes. Waar is het?
Ik hoop dat één is genoeg, hè? Mensen kijken dit geen. Dit milk. Oeh, dat is ook wel lekker. Ei? Nee, ik heb geen ei. Oh, je wil ei eten? Nee, maar ik ga nu geen ei bakken hoor, dame. Oh ja. Ik heb twee pakken beslag gebruikt. Oh, duizend was het. Was het in duizend toe? Ja, een dag al. Papa! Zeg iets, nee, dan laat ik het niet huis gedaan. Ik ga het even maken en dan zie ik het. Ja, dan doe ik ook nog even boter erin. Mama. Ja. Babe. Ja? Ja, maar je hebt net een ei daar. Nee. Jawel. Niet meer, Kim? Ja, niet meer. Nee, ik ga pannenkoeken bakken. Nee. Ja, maar ik zeg nee! Nee! Ei! Nee, dat is geen ei, dat is boter. Dat is behouden van een pakken ei. Niet meer slaan. Niet doen! Ik heb dit. Kaneel, kijk hier, kaneel. Gecondenseerde melk. Yes. Ik denk wel dat jullie dat bij elkaar pas hebben. Kaneel. Zoals jullie zien, de pannenkoeken aan het bakken. Dit zijn de tools. Twee pannen tegelijk. Hoe lang ben je bezig met het spelen? Ja, half uurtje zo. Maar we gaan lekker, hè? We gaan lekker. Zeker. Toch? Yes. En laat even zien wie je principes zijn, hoe je er allemaal aan het bakken bent. Hier, laat het maar hier leggen. Hier. Iedereen, even zwaaien. Ik pak dat vast. Ik wil de leggen. Laat je het anders zien, doe cheese. Nee, niet nu. Ik heb er een smaakje bijna op en toen kon Sinerij zich niet gedragen. Zie ze kijken? Sinerij. Die heeft allemaal poedersuiker op haar gezicht. En het komt door jou. Want je zegt er niks van. Wie is dit? Ik heb gezegd, ze mag niet met die poedersuiker. Wie is dit? Sissi? Ze vindt het spannend op een nauwtje. Ze vindt het spannend op een nauwtje. Zij maar dat is al. Met je passen in de kop. Kijk. Mooi hè? Niet, wat heb je nou? Niet is ze zelf, niet vindt het interessant. Ja, kijk, heel mooi hè? Ja, maar kan je wel gebruiken. We zijn in IKEA. We hebben een probleem. Wat is dat? Zoals jullie weten, is jullie niet gezien eruit, slaap je niet in bed. Dan slaap je in ons bed. Maar ik wil deze bed. We hebben de babybedje weggedaan een paar maanden geleden. En ze heeft nog steeds geen bed. We zijn nu in de IKEA om een bedje te halen. Maar papa Deki, die kan ik kiezen. Ik wil dit bed, omdat ik dat gewoon heel schattig vind. En dan zou ik allemaal dingetjes hangen, leuk bedden goed. Zeg maar, ik ga het even snel laten zien. Dit. Dat is toch helemaal schattig met de roze, ik had het helemaal in gedachten. Maar Ton die is bang dat de voetjes daar vastzitten. Of dat de arm vast zit omdat ze heel broeien. Stapbaar is ze nou? Dus hij wil liever dit bedje. Ik heb een lego bed nodig. Toch? Of niet?
Ja, maar je bent nog niet enthousiast. Ik heb levenslag nodig voor mijn leven. Oké, maar wat gaat dat worden dan? Kijk, je kan wel van die beschermen zien voor... Bij die niet. Zal ik even kijken? Die shark tutu. Wat heb je gevonden? Heb je een shark gevonden? Daddy shark tutu. Daddy shark tutu. Daddy shark tutu. Daddy shark. Mama shark tutu. Mama shark tutu. Mama shark tutu. Mama shark. Ga je die meenemen? Dat heb je echt goed gevonden. Daddy. Ja. Welke is daddy? Welke is daddy? Welke dan? Ja. Goed zo! Kijk uit, ik wil even mijn IKEA pas pakken, dames en heren. Deze, je moet nog even mijn IKEA pasjes scannen. Familiekaart. U? Oké. En dan gaan we nu drukken. Totaal. Komt een IKEA medewerker ons helpen. Jongens, ik probeer te slapen, maar ik hoor een boor. Heel vervelend, dus ik ga even kijken wat er aan het is. Ik ben bijna klaar, baby. Hulp, mevrouw is klusser. Wat ben je nou aan het doen? Babe, luister. Een huis is een troep, morgen de schoonmaakster. Kijk die gang. Ik heb daar al één kastje gezet en dan ga ik morgen een plank halen voor de op. En ik heb een tafel van de gang echt tijdelijk hier gezet. Doe mee. Doe mee, loop. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Ik was gisteren natuurlijk de kast in elkaar aan het zetten. En dit is het eindresultaat. Hij staat niet helemaal in het midden zoals je ziet. Dus het moet nog een beetje naar rechts, volgens mij. Ja, nog een tikkeltje naar rechts. Maar ik zit te denken om misschien nog één bij te doen. Ja, schatje. Ja, ik ga je zo optillen, ja? 1 seconde. Nou, ik ga even de kinderen naar school brengen. Dan wil ik misschien even naar zijn plek wachten, schatje. Wil je optillen? Oké, ik ga je optillen, wacht. Kom. Oh. Dan wil ik misschien even naar zijn plein toe. Om nog een paar dingen te halen voor het huis. Ja, moet nog een beetje naar daar. Die spiegel hangt niet. Nee, die spiegel hangt in het midden. Maar door dat jasrek. Ik moet het even bekijken. In ieder geval, het liep een beetje naar rechts. Dus ik schrijf het een beetje naar rechts. Ziet er wat beter uit. Nog een klein stukje. Maar in ieder geval. Ik ben naar zijn plein. Ik wil wat dingen houden voor het huis. Ik weet eigenlijk niet eens wat, maar oké. Sinaraya gaat met Jessica. Hé, Sissy? Sissy heeft baby mee. Laat me even zien, baby. Hoe heet de baby? Wie is dit? Is er een naam? Nee, geen naam. Ga maar even zitten. Ga maar even jas aan doen, ja? Even zitten. Ja. Goedemorgen. Eshme is ook. Eshme is erg vrolijk. We zijn vandaag lekker op tijd. Slim van mij, hè? Zet ze maar op tafel. Beide. Ja. En dat andere gaat. Dat. Neem de sleutel mee. Ik denk dat ze wel blij gaat zijn met zoveel geld. Ja, ze werkt toch ook, hoor. Maar goed, wat ga je zo gaan doen vandaag? Dat is dat. Oh, en ik heb vanavond wat leuks. Ik ga vanavond naar een business meeting voor begraafdheidsondernemers in Rotterdam.
daar ga ik vanavond naartoe. Dus ik ben erg benieuwd en ik ga nog even naar de kapper straks. Tot zo! Hey guys, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Vandaag zijn we in de Pallenbak. Daar is mijn moeder aan het werken. Hallo Lola. Daar ga ik tegen de vlog. Hier de snap aanmaken. Dus we zijn lekker bij de Pallenbak. We stonden eerst daar geparkeerd, daarachter. Stonden we daar? Ja, we stonden daar. Precies daar. Daar stonden we geparkeerd, want op het terrein was geen plek. En toen ging er net iemand weg toen we hier waren. En toen is mijn moeder snel naar de auto gerend. Is hier naartoe gekomen. Dus we hebben een lekker plekje op het terrein. Er is mijn Jalen zijn aan het spelen. Of zijn aan de wc, ik weet niet meer. Aan het spelen. Van de wc, weet ik. Maar ze zijn in ieder geval ergens hier. Dus ja, kijk, verder zou ik zeggen. Ik zie jullie zo. Hallo ma. Bij sommige dames merken. Bij sommige dames gaan we afmaken op een snap, insta, tiktok. Gaan ze. Ik doe echt weer raar. Dat doe je toch niet? En dat is vaderloos gedrag. Hallo ma. En dan staat er nog in die caption. Hashtag vaderloos. Ik zweer het, dat staat daar. In die caption staat hashtag vaderloos. Je kan het ook zetten in je hashtag. Ja. Yeah. Vaderloos met verstand. Pietje! Vaderloos met verstand. En dan als je zo druk doet, dan ben je dus koos vaderloos. Nee, maar kijk, die dames gaan ze in een string. Ja. En BH. Niks anders. Ze zijn net 30, 40. Okay. Gaan ze voor die camera lopen twerken en zo. Doe even normaal. Like, put some goddamn clothes on. Ja. Yeah. Ik loop ook niet naar hard. Nee. Put some goddamn clothes on. Put some goddamn clothes on. En dan gaan ze nog zo voor die actor, voor die camera nog zo. Zodat je alles ziet shaken en zo. En dan was zo. Ik denk dat we doen met peren aan. Nee, maar ik. Ja, maar kijk, ik persoon. Heb ik kleren uit. Ik weet niet waar al die dames van de zitten zo. Dus. En dat is niet wie jij bent. Nee, precies. Dat is niet wie jij bent. Ik ben blij hoor. Ik ben ook blij om te horen. Ik ben Goddokkind. Ik bedoel. Wat voor taal was dat? Ik ben Godkind. Maar wat voor taal was dat als ze dat zei? Nee, ik niet. Ik probeer ze niet aan te praten, maar het werkt niet. Luister, ze zijn aan de kerk hè. Ik ga goed. Wanneer ga je? Zondag. Oh, dat is echt goed. Ik ben blij dat ze eigenlijk. Ik ga met het licht heeft gezien. I always see the light. Ik maakte me zorgen. Break every chain. Nee, maar dat is echt. Break every chain. Dat hoeft niet. Dit heb ik gelezen. Jamela, mama, dit heb ik gelezen. Ik zou zeggen, lijk buiten. Ja, man. Oké, jongens. Ik moet zien naar rennen. Ik zie naar rennen. Dan waarom kunnen we niet? Hele goedemiddag. Ik loop in Hoogvliet met Tishan en mijn neefje. CJ. En we gaan lopen naar de markt. Volgens Tishan is dat een heel goed idee. Volgens mij is het een minder goed idee. Het is gewoon een goed idee hoor. Ik wil gaan even boodschappen halen, want ik ga lasagne maken. En dan lopen we weer terug. Oh. Dat is wat bij me. CJ rijdt zo in de modder. Dus ik ben benieuwd jongens, daar gaan we. Het is helemaal niet zo ver hoor. Ja, dat zeg ik toch ook niet? Nee, maar jij doet wel van. Ja, ik loop nooit. Maar dan moet ik wel even. We zijn bij de markt bijna. En Tishan die gaat daar met CJ. Meer van een. Als je mijn neefje laat vallen, Tishan. Hè? Dat gaat lukken. Ja. Nou, ik pak gewoon de trap. Die Sean wil weer bijzonder doen. Ja. Jij helpt me toch niet? Ja, potverdomme, maar jij gaat toch ook nog wandelen? In de moeras? Nou, dit gaat niet lukken hoor. Vertel even, Ja, en Sintje zit ook maar zo zielig.
Ja, wacht, want die kan niet en lopen en het tillen. Wacht. Nou, oh, heel lief van jullie. Woe! Dankjewel, heren. Echt lief, dankjewel. Nou, die zijn goed opgevoed. Die zijn met een goede hoepen. Wat een hoogvliet. Supergoed. Zo zie je maar, hè. Maar toch goed opgevoed. Dat zou jij het mee doen, hè? Iemand helpen. Met die zure kop van je. Wat nu is, mensen hebben echt geen respect voor mensen met een kinderwagen. Oh ja, nee, joh. Nee, ik zweer het. Ik ging vroeger gewoon echt aan de kant als iemand met een kinderwagen loopt. Maar mensen gaan gewoon niet voor je aan de kant. Hè? Dat is echt niet normaal. Ja, we hebben het nu over het iemand je even geholpen. Ze zat hier even. Je bent je oma. Nou, we zijn op de markt. En we gaan patat kopen. Nee, graag. Geintje. Ik heb fruit. We gaan patat kopen. Hallo. Iemand zwijgt naar mij. Leuk. Dat vind ik dus al leuk. Helemaal buiten adem. Ga jij halen dan? Ja, ga ik zo zien. Open fruit. Zo moet het echt helemaal zo. Maar doe maar even je bleke gezichtje. Met je dikke wenkbrauw. Nou, even naar je wenkbrauw nee, kijken. Echt... Nou. Daar staat ik ga geen snoep. Hou elk rijtje af, lekker burgerlijk. Oh, ze hebben ook snoep. Dat gaan we niet halen. Nee, doe maar rustig. Vis. Nou, ga even kijken wat ze me hebben. Hele goedemorgen, dames en heren. Hele goedemorgen. Ik ben in de auto. Ik ben onderweg naar Zaandam. Of Purmerend. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik ben echt kwijt. In ieder geval, ik ben onderweg. Ik ga bij de zusses. Zomerzusses. Wacht even, die camera die staat niet echt stabiel, hè? Dat moeten we niet hebben. Dat sta je goed? Nee, niet vallen, niet vallen. Wacht even. Ik moet het even regelen. Wacht even. Ik ga bij de zussen van Millie's Uitvaart Express. Hij zoekt nu. Wacht even hoor, want nu wordt dat flesje van die auto belangrijk gemaakt, wat over mij gaat. Hè. Ik ga bij hun een cursus doen over repatriëring. En dat houdt in dat als iemand is overleden in het buitenland of iemand in dit land is overleden, dat je die vervoert naar het buitenland of anders vanuit het buitenland weer terug naar Nederland, om het zo maar even te zeggen. Ik maak het zo maar ingewikkeld, maar jullie snappen eens wat ik bedoel. Dus dat ga ik nu doen. Ik moet er 10 uur zijn. Volgens mijn navigatie op mijn 5:10 aan. Dus daar baal ik eigenlijk al heel erg van. Ik heb me vergist in de tijd, want het stond dat het een uurtje rijden was. En toen was ik in de auto en toen was het opeens 14 minuten langer. Dus daar baal ik eigenlijk best wel van. Maar goed, mag de pret niet drukken. We gaan er gewoon naartoe. Als het goed is, is Rogea ook daar. Met haar heb ik vorige week meegelopen. Met een uitvaart. Echt zo'n lieve vrouw. Ze is geweldig. Zij heeft ook een vrouwendragersgroep. Dus echt alleen maar vrouwen die kist dragen. En ook afleggen. Dus dat is echt helemaal top. Ze zitten in Amsterdam. We waren even de Surinaamse naam kwijt, hoe het heet. Want je weet, mijn Surinaamse is nog niet heel top. Nee, mijn Surinaamse is helemaal niet top. Nou, ik zeg nog niet. Nee, het gaat gewoon niet. Maar goed, ze is echt geweldig. Dus mocht je ooit vrouwen willen, wat dan ook, connect haar. Ze is de shit. Daarna zou ik nog even een update geven over de vakantie. Want toen ik terugkwam, heb ik niet meer gefilmd, want mijn oplader zat in de koffer. En mijn laptop deed raar. Ik heb zoveel geheugen op mijn laptop en in iCloud, dat mijn laptop gewoon af en toe vast zit. Ik heb echt bijna 40.000 foto's op mijn telefoon en dat soort omgein. Ik weet eigenlijk ook niet eens waarom. Maar goed. En toen ik dus terugkwam, had ik dus geen koffers op Schiphol. Al onze koffers waren dus achtergebleven in, weet ze niet eens meer, waarschijnlijk in New York. Dus toen we op Schiphol waren, hadden we dus geen koffers. Nou, toen zouden ze het binnen 2 dagen brengen. Is dus niet gebeurd. Kreeg ik echt pas 4 dagen later de koffers. Dus dat was een beetje, nee, eerst wachten ze 1 koffer.
En toen 4 dagen later brachten ze dus alle koffers. Dus dat was een beetje... Maar goed. Ik had dus wat spullen erin die echt belangrijk waren. Want ik ken een vriendje was je eigen naam. Moeder had gevraagd of ik spulletjes mee wilde nemen. En die zaten dus in de koffer. Dus ik had echt helemaal stress. Maar uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Het kwam allemaal op tijd aan. Dus dat was dat. Voor de rest wilde ik dus een claim indienen. En ik hoop dat iemand me daarmee kan helpen. Ik heb de vorige keer ook een claim ingediend in oktober. Toen we met KLM vlogen en toen ook de vlucht niet doorging. Maar ik had hem ingediend voor toen we naar Amerika gingen. En die is nog steeds behandeld. En het is inmiddels al bij... Ja, het is vandaag. Hoeveel? 1 februari of zo? 2 februari? 3 februari is het vandaag. Die is nog steeds niet behandeld. Dus ik wil er nog één indienen. Omdat we natuurlijk ook toen we gingen, in december naar Amerika, ook de vlucht hadden gemist door hun schuld. Maar dat was via Delta had ik toen geboekt. Maar nou kon ik het niet helemaal vinden. Dus ik hoop dat er een slim iemand kijkt en mij daar even mee zou kunnen helpen. Want anders moet ik het doen via een van die bureaus, zodat het allemaal natuurlijk op zich doet. Maar die vragen allemaal een extra fee. En ja, als niemand het weet, dan zou ik het wel moeten doen. Maar als jullie het weten, help me out. Dat zou fijn zijn. Nou, en voor de rest ben ik een beetje aan het aanrommelen. In de uitvaartwereld kijken wat er allemaal te doen is. Het is wel lastig hoor, merk ik. Het is best wel moeilijk. Dat ik niet verwacht. Althans, ik had het onderschat. Het is me wel verteld, maar ik had het toch onderschat. Dus ik moet even wat harder aanpoten, maar... het komt uiteindelijk allemaal goed. En tussendoor ben ik gewoon nog andere dingetjes aan het doen. Andere dingen aan het leren. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is de update betreft werk en Amerika. Voor de rest is vandaag mijn nichtje al jarig. Mijn lieve, lieve, lievelingsnichtje. Die is vandaag jarig. Ze wordt 26 of 27 alweer. Nou, dat is echt heel slecht. Ik ben heel slecht, als ze dit ziet, gaat ze ook zeker zeuren. Maar het is vandaag ja. We gaan vanavond uit eten, dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dat. Voor de rest rij ik te hard volgens mij. Ik weet niet eens of ik hier mag rijden. Maar goed. Vanmiddag heb ik toch even afgesproken met een andere collega in de uitvaart, Rogea. Ik ga even een hapje doen of een drankje doen en even een beetje brainstormen. En voor de rest... Oh, ik heb een nieuwe auto! Ik heb dat verteld! Ik heb een nieuwe auto! Althans, een andere auto. Ik had natuurlijk elke keer gezeik met auto's. En ik had die Audi, die zwarte Audi van Don, echt helemaal echt kapot gereden. Bumper van voor, bumper van achter. Nou, ik moest... Koelvloe, ik had ook weer zo'n drama. Ik moest de dop van de koelvloeistof. Koelvloeistof bijvullen. En toen draaide dus aan die dop en die brak dus de hele dop af. Dus toen spoot dus alles uit. Hoe noemen we dat? Dat ding. Maar ik weet niet hoe dat noemt. Het reservoir, ik weet het niet. Waar die koelvloeistof in moet. Dus die auto moest naar de garage. Nou. Auto was waarschijnlijk tussen de 10 en 14.000 toch wat waard. Nou prima. Dus tot die dag die maakte gewoon die auto. En dan doen we hem weg. Maar ja, op een gegeven moment bleek er dus dat ik dus die auto meer aan het dicht laat gereden dan ik dacht. Want ik had los van de bumpers natuurlijk losgereden. Had ik ook aan de onderkant die plaat kapot gereden. En daardoor was van onder iets beschadigd. Dus dat zou allemaal veel te veel kosten. En toen heeft die garage tegen ons gezegd van, weet je wat, verkoop hem gewoon zo. Dan hoef je ook niet al die kosten en al die shizzle te doen. Verkoop die wagen gewoon zo, dan krijg je er gewoon wat voor. En dan haal je gewoon een nieuwe. Nou, dat is wat we hebben gedaan. Dus ik heb een grijze Tiguan nu. Nou, dus prima ruimte voor alle kinderen. Moesten we echt vet lang op wachten, echt anderhalve week. En dat lijkt normaal niet lang. Maar toen ik ze belde en zei van, joh, ik wil deze auto. Was het, oh ja, ik kan hem dan misschien binnen 2-3 dagen ophalen. Nou, niet. Ze hebben hem gewoon aan het lijntje gehouden. Maar goed, ik heb hem uiteindelijk. Het is goed gekomen. Hij rijdt prima. Ik ben er happy mee. En ik heb me echt voorgenomen om echt netjes met mijn auto om te gaan. Ik ga me een beetje afremmen, want ik ben bang dat ik daar kapot te krijgen.
Ik ga geen rare dingen meer doen. Netjes rijden, voorzichtig ermee zijn. Mijn auto schoonhouden. Oeh, wacht even. Auto schoonhouden. Dat is ook altijd een dingetje met mij. De kinderen mogen niet meer zomaar troep maken. Dus ik heb eigenlijk alleen maar goede voornemens weer voor dit jaar. En ik hoop eigenlijk nog wel, misschien wel 10 jaar met deze auto te rijden. Want ik heb nooit een lievelingsauto gehad. Ik reis geen enkele auto waarvan ik denk, oh ja, die moet ik echt hebben. Nee. Dus dit is het, zeg maar. Ja. Misschien bedenk ik me nog over een paar jaar, maar voor nu maakt me allemaal niet zoveel uit als ik een rij en genoeg ruimte heb. Dus dat. Voor de rest. Met IKEA-kastje staat. Die ik een paar dagen terug heb laten filmen. IKEA-kastje staat. Ik ga wel nog even de rest van het huis nog even verbouwen en mooi maken. Dus zal ik ook nog even allemaal filmen. En voor de rest. Is dat het? Geen bijzonderheden meer. Nee, geen bijzonderheden. Nou, ik ga dus even verder rijden. Ik ben lekker op de kosten aan het luisteren. Ik ga verder rijden. En als ik er ben, dan zal ik waarschijnlijk een stukje filmen. Dus ik zie jullie zo weer. Doei! Zolang Esha er is, is hier. Thies, zwijs even. Laat doen even een B-day zwijg. Zo, doe even zo. Ja, zo. Doei dan. Gaat op YouTube, hè? Gaat op YouTube, hè?